Afgelopen weekend in Monaco had het team van Red Bull Racing simpelweg haar zaakjes niet goed voor elkaar. De RB20 had grote moeite om het straatcircuit in Monaco te tackelen en van tevoren werd er toch wel met wat angst en beven naar Monte Carlo uitgekeken. In het Princeton kwam een van de zwakke punten van de RB20 naar boven. Max Verstappen wees naar fundamentele problemen met de wagen waar het team geen antwoord op had. Wat zijn deze fundamentele problemen en waarom speelde deze juist op in Monaco? We leggen het je uit in deze GPFan Special. De RB20 lijkt voorlopig nog steeds de snelste auto te zijn, maar hier en daar zijn er wat problemen om het pakket aan de praat te krijgen. In Imola zagen we een dramatische vrijdag voor het team, maar dat wist de renstal om te draaien door Sebastian Buemi overuren te laten draaien in de simulator. De afstelling werd verbeterd, al was het nog niet optimaal. Het was echter genoeg om Max Verstappen op zondag naar de winst te laten rijden, al kwam Lando Norris slechts iets meer dan 17e later over de streep. In Monaco waren er andere problemen die de kop opstaken. Het was vergelijkbaar met wat er vorig jaar in Singapore gebeurde. Red Bull had destijds met de RB19 een wagen die goed was op permanente banen, maar niet lekker uit de verf kwam op straatcircuits. In Singapore had het onder andere te maken met de rijhoogte. Om de hobbels te tackelen moest de auto hoger worden afgesteld en dat kostte uiteindelijk rondetijd. De problemen die dit weekend in Monaco aanwezig waren, waren dan ook van dezelfde aard. Red Bull Racing reisde naar Monaco af met een aantal vraagtekens. Zo vertelde Verstappen van tevoren dat het straatcircuit de eerste echte test zou gaan worden om te zien of het team het beter voor elkaar zou hebben dan afgelopen seizoen op dit soort circuits. Verstappen vertelde dat de grip beter zou moeten zijn, maar dat het aanvallen van de curbstones en de hobbels nog een vraagteken was. De hobbels bleken echter een groot probleem te gaan worden en dat heeft alles te maken met het concept van de auto. Een van de sterke punten van de RB20 werd in Monaco juist de Achilleshiel. Het gaat hierbij om de ophanging. Red Bull Racing maakt namelijk gebruik van een zogenaamde pull rod constructie bij de voorwielophanging en een push rod constructie bij de achterwielophanging. Collega Vincent Bruins heeft hier eerder al een heel stuk aan gewijd en het technische verhaal is dat het hier gaat om de ophangingstaven die tussen de wishbone zitten. Van deze staven zijn er twee verschillende, de pull rod en de push rod. De een trekt, pull, en de ander duwt, push, zoals de namen al doen vermoeden. In de pullrod configuratie is de staaf diagonaal gemonteerd van een laag punt op het chassis naar een hoog punt op het wiel. Over een hobbel trekt het wiel aan de torsiesfeer via de pullrod en trekt daarmee de ophangstaaf omhoog en weg van het chassis. In de pushrod configuratie is de staaf aan de andere kant diagonaal gemonteerd, dus van een hoger punt op het chassis naar een lager punt op het wiel. Over een hobbel duwt het wiel tegen de torsiesfeer via de pushrod en daarmee duwt het de ophangingstaaf omhoog en juist richting het chassis. Het een is niet per se beter dan het ander en Red Bull heeft voor een configuratie gekozen die toch wel afwijkt van de meeste andere teams. Met het concept van Red Bull Racing wordt er een zogeheten anti-dive situatie gecreëerd, zo vertelde Adrian Newey in 2023 bij The Race. Kortweg betekent dit dat de auto bij het remmen aan de voorkant niet naar beneden valt. Hierdoor blijft de auto in een horizontalere houding staan en dat heeft enorm veel voordelen. Zo kan porpoising bijvoorbeeld een stuk beter worden weggewerkt door het concept en de auto kan lager worden afgesteld en dat levert rondetijd op. Het grote nadeel van dit concept is echter bij hobbels en curbstones en juist die zijn aanwezig in Monaco. Bij hobbels wordt de gecreëerde horizontale lijn ineens verbroken en dus verliest de auto neerwaarts druk en dus grip. Dat creëert vervolgens weer instabiliteit en het verklaart de woorden van Max Verstappen in Monaco. De Nederlander gaf op vrijdag namelijk aan dat de auto aan het stuiteren was als een kangoeroe. Het gevolg was dat Verstappen de curbstones niet kon aanvallen en zelfs ging ontwijken. En dat is natuurlijk altijd langzamer. In Monaco kan een wat zachtere ophanging helpen om de hobbels en curbstones beter aan te gaan. Maar het probleem is dat het aerodynamische voordeel van de wagen op zijn best is met een stijvere ophanging. En precies dit probleem kon Red Bull Racing niet oplossen. Er zijn een aantal dingen geprobeerd, zo heeft Red Bull een zachtere afstelling geprobeerd. Maar dit zorgde ervoor dat de achterkant vervolgens te los werd en daar grip verloren werd. En dit kostte nog meer rondetijd. Uiteindelijk kon het team geen antwoord vinden en dus moest Verstappen om de problemen heen rijden. Het grote zorgpuntje is dat Red Bull voorlopig nog geen oplossing heeft voor het probleem. Daarnaast is er binnen het team nog wat onbegrip over de oorzaak. Zo vertelde teambaas Christian Horner dat de wagen simpelweg niet bij een circuit zoals Monaco past. Maar Helmut Marko spreekt vervolgens weer over de correlatie tussen de simulator en wat er daadwerkelijk op de baan gebeurt. Op de simulator rijden we zonder enige problemen over de curbstones en op het circuit springt de auto als een kangoeroe. Daar moeten we dus eerst naar gaan kijken, zo vertelde Marko bij Sky Sports F1. De volgende race is die in Canada en ook daar is de snelste route over het circuit om de curbstones aan te vallen. De verwachting is dus ook dat de problemen uit Monaco wellicht in mindere mate daar ook aanwezig zullen zijn. Daarnaast krijgen we later dit seizoen ook nog de race in Singapore. Het enige positieve dat we eruit kunnen halen is dat we weten wat onze zwaktes zijn. Als we dat ook maar een beetje kunnen verbeteren, dan kunnen we veel rondetijd winnen.
Er is veel ruimte voor verbetering en als we dat kunnen oplossen, komt onze auto weer tot leven. Aldus Verstappen. Daarmee zijn we aan het einde van deze GPFan special. Vond jij deze video nou leuk? Doe dan vooral even dat duimpje omhoog. En dan zeg ik vanaf hier, tot de volgende!